De expositie In de Maak is een expositie waarin we het maakproces van kleding laten zien over de hele geschiedenis van de Bijenkorf heen. Eigenlijk willen we daarmee laten zien hoeveel vakmanschap, hoeveel kennis, hoeveel tijd erin zit om iets te maken. Waardoor mensen het gaan waarderen wat er allemaal in zit en wat mensen er echt zuinig op moeten zijn. Dus eigenlijk het ultieme duurzaamheid idee. Wij zijn Studio PMS, een modecollectief bestaande uit 3 vrouwen. We hebben een digitale outfit gemaakt en daar hebben we oude technieken in gebruikt. En die zijn geïntegreerd in een digitale outfit die ook als enige van alle outfits kan bewegen. A Room on the Roof is de artist in residence van de Bijenkorf. En daarmee nodigen we altijd allerlei kunstenaars, creatieven uit om uiting te geven aan iets wat wij willen vertellen. En dit hele project is een project van Room on the Roof. De Bijenkorf heeft mij gevraagd om een outfit te creëren op basis van een jurk uit het Rijksmuseum, die heel erg breed is, waardoor de vrouw zich eigenlijk niet kon bewegen. Dus ik heb dat idee verder gezet en dan vertaald naar het heden en opnieuw een soort kooi gecreëerd om de vrouw heen, die dus eigenlijk gevangen zit op haar trouwfeest. De hele expositie is opgebouwd uit twaals en een twaal is eigenlijk een 3D proefmodel. Altijd in witte stof, omdat je daarmee echt kan uitproberen of de pasvorm helemaal goed is en je kan er nog op tekenen. Dus het is echt een proefmodel. Ik heb een ontwerp gemaakt dat geïnspireerd is op een korset dat in 1912 voor het eerst is verkocht hier in de Bijenkorf. Het ontwerp is vanaf verschillende perspectieven te zien. En elk perspectief heeft ook weer een andere belichaming van een vrouwenlichaam en een korset. En we hebben samen met Inge Raadgever, zij is een kunsthistorica verbonden aan de Meesterpleinen Coupeur, echt onderzoek gedaan naar wat hebben wij door de jaren heen zelf verkocht en welke outfits eigenlijk zeggen echt iets over een periode. I was invited to create a sculpture for the Bijenkorf for the specific window of the theme around beauty ideals in relation to fashion. The sculpture portrays a female torso distorted by an invisible rope and bound onto a pedestal. You can see a very harsh kind of fit between the very natural curvy female body and a very harsh and straight pedestal. Ik ben trots op mijn team, ik ben trots op de samenwerkingen en dat een wild idee nu echt serieus een groot item is geworden en eigenlijk ook een beetje teruggrijpt naar alle creativiteit van door de jaren heen wat we met de Bijenkorf altijd in de etalages hebben laten zien.